Ik heb net gebeld met Tyrone Hitzeroot. Dat is een bandleider in Zuid-Afrika. Zo'n leuke man. En hij heeft zo'n leuk project bedacht. Zijn brassband organisatie bestond 60 jaar. En toen dacht hij, weet je wat ik ga doen? Ik ga in die dorpjes ver weg in Oostkaap. Hij woont zelf in Port Elizabeth. Dat is een mooi gebied. Maar in Oostkaap ga ik voor de kinderen bandjes oprichten. Want er is niks te beleven. En dan, je weet wat er dan met kinderen gebeurt. En als ik ze leer muziek maken, dan leer ik ze fun. Maar ik leer ze ook life skills, zoals hij dat dan noemt. En met life skills bedoelt hij, ja, ze moeten op tijd komen. Maar ze moeten ook in de maat op tijd zijn. Ze moeten naar elkaar luisteren. Ze moeten gemotiveerd blijven, gedisciplineerd. En ze moeten elkaar door een dipje heen kunnen brengen. Allemaal ontzettend leuke, waardevolle dingen. En wij zijn dat project gaan steunen. Want ik ben met hem meegeweest naar die Oostkaap. En ik heb 900 kilometer met hem in de auto gezeten. En ik weet dus hoe ver het is en waar het is. En wij zijn dat project gaan steunen door de benzine te betalen. En af en toe een extra instrumentje. Maar het is toch wel heel zielig als er drie kinderen leuk op een blad muziek staan te kijken. En eentje van hen, die heeft die trombone en die mag erop op spelen. Een half uur later mag die andere weer spelen. Volg het project. Zij hebben beloofd dat ze af en toe met foto's komen van waar ze dan weer geweest zijn. Johannesburg, Mvenjane, heel ver weg. En doneer af en toe ook wat, zodat ze niet al die benzine, die voor hen heel duur is, zelf hoeven te betalen. En zodat af en toe ze een kind blij kunnen maken met een eigen instrument. Dat de muziek door kan gaan.